Joris Matthijssen, ja. Uiteindelijk toch blij of opgelucht? Wat is het juiste woord met deze 2-2? Beide, ja. Natuurlijk, als je zo'n slecht eerste helft speelt. Ik denk dat in de rust niemand nog had gedacht dat we terug zouden komen. Ja, dan mag je blij zijn dat je nog 2-2 speelt. En ben je volledig nog in de race volgende week. Want er is wat kritiek geweest op de aanvallen die niet worden benut bij Feyenoord. Maar vandaag in de eerste helft was het verdedigend waar het niet helemaal goed ging. Je gebruikt het woord slecht zelf al. Ja, is ook zo. Maar ik bedoel niet eens op de goals. Dat is een gevolg van. We spelen gewoon van achteruit continu de lange bal. Ja, dan wordt het lastig. Ze hebben zulke grote gasten. We hebben geen lef gehad om te voetballen. En dat hebben de tweede helft wel laten zien. Ja, en dan zie je waar dit Feyenoord toe in staat is. En ondanks dat wij eerst helft slecht speelden, hebben we toch nog veel kansen gehad, vind ik. En ja, met een beetje geluk scoor je daar ook gewoon een goal. Ga je 2-0 de rust in. Het was even stil. Maar ja, goed, op een gegeven moment moet je natuurlijk, nadat de trainer gesproken had, moet je toch eroverheen zetten. Je moet nog 45 minuten. En dat hebben we ook laten zien en dat vind ik wel karakter van de ploeg. En dat is wel een compliment waard. En wat ook fijn is, je gaat nu naar Praag toe. Niet voor een wedstrijd des Keizers Maart, maar het kan gewoon nog met deze uitslag. Nou ja, ik vind dat het een zeer grote kans is zelfs. En als je in de laatste seconde nog, de laatste minuut nog gelijk maakt, ja, dat is juist een tikkie, een mentaal tikkie voor Praag. En ja, daar moeten wij van profiteren. Ik denk dat het vertrouwen er nu wel is. En zeker na die tweede helft. Het was gewoon de hele tweede helft was goed. En zo moet je vanaf minuut 1 beginnen. Het is voor hun een tikkie, voor jullie natuurlijk een mentale opsteker. In hoeverre kan dat ook in de competitie een rol spelen, deze wedstrijd? Ja, dat is ook alweer anders als je natuurlijk verliest. 2-0, 2-1. En je bent inderdaad al kansloos voor volgende week. Ja, dan werkt dat ook door naar zondag. Maar ja, dit geeft weer een goed gevoel. Het is gewoon doodzonde dat wij dat niet vanaf het begin kunnen laten zien. Dat is echt zonde. En, ja, waar dat dan aan ligt, ja, daar moeten we intern maar eens over praten. Maar tweede helft heb je misschien het gevoel van alles of niets en dan lukt het in één keer wel. En ja, dat moeten we gewoon doorzetten. Volgende zondag moeten wij vanaf minuut 1 dat laten zien wat we de tweede helft hebben laten zien. Want je geeft net zelf als een van de oorzaken aan, we gingen te snel de lange bal spelen tegen van die grote gasten daar achterin. Dat lijkt me iets wat je op voorhand ook weet. Hoe kan het dan dat je dat dan toch blijft doen in zo'n wedstrijd? Zij zetten ons wel heel goed vast. Ze waren daar scherp in en dan moet je toch een manier zien te vinden om ergens een vrije man te vinden. En dat hebben we te weinig gedaan. En onze rechtsback die stond een paar keer helemaal vrij in de opbouw. Hebben we niet gezien. Daryl, en dat had beter gemoeten. Maar ja, goed, dat wordt dan in de rust aangegeven. En het feit dat je het dan de tweede helft wel doet, dat geeft wel aan dat er lef in de ploeg zit. En ja, dat er ook karakter in de ploeg zit. En dat lijkt me de belangrijkste winst dan toch van vanavond. Dat is zeker een belangrijke winst.